13 hier op deze middag alle 014 goed deze keer. Dat betekent dat we prachtige muziek gaan horen van een keur aan regionale artiesten. En de eerste die de spits mogen afbijten vandaag zijn de jongens van Raak de Snaar. We hadden de tekst, Joris die kwam afgelopen donderdag, van er zaten een paar koningsliedachtige misverstanden in. Dus heel de tekst is ondersteboven gehaald. In dit lied is het geworden, vandaar dat ik al even mijn tekst nodig had om het nog fatsoenlijk te kunnen zingen. Jouw wil in je ogen kijken, alles anders zijn. Raak de Snaar is eigenlijk ons concept om af en toe concerten te geven met gastmuzikanten. En het is meer een opdracht aan iedereen en aan onszelf, toch? Dames en heren, put your hands together. Pluk de dag, Claudie! De ene vraagt een steentje bij, de ander zet jou weer opzij. Alles is kapot gemaakt en alles... Ik heb hem helemaal zelf geschreven, ja. Zowel de tekst als, als de melodieën. Dat zegt niet dat je op moet geven. Over iemand die heel dicht bij mij staat en die eigenlijk niet makkelijk heeft in het leven. En ik wil eigenlijk de boodschap meegeven van geniet toch van de kleine momenten in het leven, want het duurt maar zo kort. Dus ja, daar gaat het eigenlijk over. Pluk de dag, geniet van het leven. From another point of view, she will dry all of my tears. When the time is right to kill these fears, to kill these fears. En volgend heeft de cup gewonnen, de zon die aan de... Ja, het gaat over de vraag: hoe groot zou vreugde zijn als die net zo groot was als mijn pijn? Liefde zou hier overwinnen, hier danst een vreugdedans. Met ieder meisje heb je kans. Okay. Je kunt bijvoorbeeld dagenlang huilen van pijn en ellende, maar je kunt nooit dagenlang of jarenlang lachen en jubelen van vreugde. Vandaar dus het thema. Vreugde net zo groot als mijn verdriet. Ik kon alles delete. Het zijn 21 acts, het is echt een bommetje vol. We vonden het hartstikke fijn om al die acts een plekje te geven. En we zijn op schema sterk en we lopen voor. Maar dat is fijn, want dan kan de gastheer ook nog iets meer vertellen over de procedure. Dat mensen kunnen stemmen op het Brabants Dagblad. Dus dat is hartstikke leuk. Het gaat goed. Ik kon het niet geloven toen je zei... Waar deze keuze? Het is een nieuw liedje. En ik wilde wel iets doen wat ik eigenlijk nog nooit gespeeld had. Dus vandaar dit liedje. Ja, het is iets, een fase waarin ik in zit in het leven. Dus vandaar. Daar sta je dan, opeens alleen. Klaar wakker in die vreemde wereld. Deze 60 is voor cultuur. En dit is toptalent in Tilburg en Turnhout. En over grens heen kijken en talenten stimuleren. En een prachtige middag. En het bewijs weer is dat alles onderop komt in Tilburg. Tegenwoordig gesponsord.
Nou ja, nee, niet echt. Het had zo iets van de Mavericks kunnen zijn natuurlijk, Dance the Night Away. Maar ja, ik had wel zoiets, ja, ik heb natuurlijk een rood kleurtje aan. En ja, het is natuurlijk mooi om dat helemaal af te maken, ook met de bijpassende schoenen. Ja. Een stukje land van ons allen, onder hoofd en buur, waar mens en dier. Ja, Turnhout, Tilburg, hoe gaan we dat verbinden met elkaar? Ik dacht, nou, het pad. Hè, vroeger was het ook een beetje het roverspad, zeg maar, werd tussen Tilburg en Turnhout liep. Ik heb de verhalen nog, zeg maar, van mijn opa zitten nog in mijn geheugen. En ik dacht, nou, daar moet ik iets mee doen. Onze Zuiderbuur. We zijn even aan het zeggen dat mensen welkom zijn in Paradox. Het is open, ja, want het was stadsgezicht. Stadsgezicht, stukje van Brabants Dagblad. Dan zeggen we delen, Facebook. Ik ben vroeger als kind, we gingen voortdurend naar Frankrijk en ik ben au pair geweest op mijn 18 jaar. En dus ja, op een gegeven moment leer je het gewoon van spreken, dus vandaar. Ja, dit nummer heeft er altijd wel lekker in gelegen. Heb ik ooit samengeschreven met Max Sigmans, de muziek en zelf de tekst. Zegt terecht dat het niveau ontzettend hoog is, maar het is ook niet moeilijk om ze te vinden gewoon. Dus dit hele idee, dit hele principe zal ook, mits het volgend jaar bijvoorbeeld weer voortgezet kan worden, wederom van een hoog niveau zijn. Daar gaan we wel van uit. Want er is ontzettend veel op cultureel vlak en op muzikaal vlak hier te vinden in Tilburg en Turnhout. Op een middag bouw ik een kasteel aan het strand. Ik studeer songwriting aan de Rock Academie. Geef me een feestje. Wat ga je zo meteen zingen? Ik ga My Heart zingen. Een eigen liedje. Waar het liedje over gaat? Ja, over verliefd zijn. Over hoe het voelt als je net met iemand samen bent. En dat je heel graag samen wil blijven. Daar gaat het over. Shines on your face. Last night I let you in, 'cause I noticed time and space is all we need. Ik vind het een van mijn sterkste liedjes en ik kan er heel goed in inleven. En ja, ik denk dat het ook de meeste mensen aanspreekt en dat het ook goed weergeeft wie ik ben als artiest. Ever being apart, and I know that this is just a start. But you, yeah, you own my heart. Het begint heel makkelijk als je kan zeggen. Ik heet bijvoorbeeld Alex, dus dan zou ik als voorbeeld geven 1, 2, 3, 4, ik ben Alex, ik ben hier. Nou, dit is kleuterles. Dan heb je al twee zinnen gerept. Heel veel doen. Wij zijn back in bungalow, Tilburg. Jullie weten ondertussen al lang hoe die gaat. Dans de routine. Say what? Routine. Dans de routine. Nou, wij maken eerst de muziek. Dat doen we ook zelf. Meestal Sam hier. De groove man. Ja. En dan gaan we nog diezelfde dag of diezelfde avond die beat hebben gemaakt, al meteen wat schrijven. Dan vaak al een eerste demo opnemen en dan staat het er al grotendeels. Wij waren Beck & Bungalow, bedankt! Dank jullie wel! Now I know it's alright now. And now I know it's alright now. You got me spinning around. Don't leave me drowning. I knew you are the one across the great blue sea.
Fleur is van Turnhout. We zijn de twee Belgen van de band en de rest is van Nederland. Ik wil schrijven over Ella, dat is de persoon, Ella Medi. En dat zij maakt de reis door al haar verhalen, al haar dingen die ze ontmoet en iedereen. Ja, dat is eigenlijk het ding. Ik denk omdat deze heeft veel pit en punch. En dat is ook een nummer dat we al lang spelen, dus dat is vertrouwd voor iedereen. En dat is goed om, ja, om alles zo wat meer op te trekken eigenlijk. En als je dan één nummer moet laten horen, dan kun je best zo even alle pijlen richten op energie. En dat komt bij deze nummer heel goed uit. Wel spannend hoor, gewoon die take one. Je kan ons vinden op facebook.com/Ilemer en we hebben een website, dat is ilemer.com. Gee, wel spannend hoor, gewoon die take one. Ikzelf kom uit Antwerpen, België. En ik kom uit Tilburg. Oh, ik denk dat het een klein beetje een eclectische verzameling is van heel veel verschillende invloeden en stijlen. Het is wel echt ons eigen ding, daar geloven wij althans in. Maar mensen vergelijken het vaak wel eens met post-rock of trip-hop, popmuziek in het algemeen. Door voornamelijk naar veel verschillende muziekstijlen te luisteren en ik denk ook dat de verschillende bandleden, we zijn met 6 in totaal, ook uit heel erg verschillende invloeden komen en geïnspireerd worden door verschillende dingen. Dus het is echt een combinatie van alle dingen samen. Ik denk dat het niet alleen muziek is toch wat ons inspireert. Het is gewoon de sferen en klanken ook heel erg, denk ik. Ja. En beelden en verhalen. Nou, we zijn kei blij met alle artiesten die zich aangemeld hebben. Stichting Cultuur 113 vond het heel spannend om het weer te doen. Maar we hebben het gedaan, we zijn heel erg trots. Eva, vind jij? Hey, ja, ik ben het helemaal eens. Het is te gekke dag, te gekke middag. We horen gewoon zoveel enthousiaste reacties over het niveau, over de kwaliteit, over de geweldige muziek uit Tilburg. En ook de artiesten zelf, hè? Artiesten zijn geweldig enthousiast. We doen het volgend jaar weer. Ja, dat is dus eigenlijk wel een break-even punt. Jullie weten het nu al, wij doen het volgend jaar weer.
015? 015, ja, ik weet niet of mensen uit Delft gaan dat vragen. Nou, denk het wel. Ja, we vragen beetje, ja. Maar wat ik echt nog leuk vind om aan jullie mee te geven aan het publiek, is dat ik van artiesten hoorde die al echt rocking road lang artiesten zijn van gee, wel spannend hoor, gewoon die take one. Ja, en je kan in de studio altijd 10 keer jezelf opnemen en het geeft als artiest echt iets. En zelfs een rocking, hè? Die grote, ja, die artiest die al zo lang bekend is in Tilburg. Ja, we hadden Ronald Verstappen, ja, ook die vanmiddag. En het begin was, we hebben heel vaak ook door de presentatoren laten vragen, maar ja, het gaat wel om de opnames, dat is wel het doel. Dus ook het publiek, ja, we komen hier niet om bij te lullen, dat doen we ook wel tussen bedrijven door. Maar in het begin nam iedereen daar, ging daar heel te respectvol misschien mee om. Waardoor het tussendoor zo stil was dat het bijna te spannend werd voor die, ja, ja, mensen met enorm veel ervaring. Wij vinden het gaaf, het hele doel van onze stichting en van onze cd is, wij willen een podium bieden, wij willen ondersteuning bieden aan artiesten, jong, oud, alle genres. Die kunnen wij helpen met, ja, het product waar wij mee. Nou, en Stichting Cultuur 13 volgen ons straks. Stemmen natuurlijk. Vandaag kwam Jan van Hecht, die gewoon kartek is in de boomtak. Hey, die wil ik wel hebben. Dus we hebben gewoon een act die gewoon gaat spelen tegen betaling. Maar dat kunnen we natuurlijk niet garanderen, maar dat komt er gewoon uit. Hey, super. En ook jullie bedankt, hè. Dat jullie ons allemaal steunen, want we willen gewoon zichtbaar zijn. Dank jullie wel. We gaan naar Jackie Checker, laatste act.